Hey, hallo jongens en meiden, daar ben ik weer. Het is alweer de laatste keer dat we samen deze plusklas doen. Het was wel een beetje raar, want we hebben elkaar alleen de allereerste keer op school gezien, toen we het boek van de leeuw in de muis hebben gelezen. En vanaf toen waren jullie thuis aan het werk en was ik ook thuis aan het werk. Toen hebben we samen wel opdrachten gedaan. En ik denk dat jullie best heel veel hebben geleerd over jezelf, over je kwaliteiten, over Lefland en Makkieland. En dat uitdagingen aangaan soms wel lastig zijn, maar door je kwaliteiten in te zetten, lukt het vast. Vandaag gaan we nog één laatste opdracht doen. En ik denk dat dat wel een opdracht is die je lekker in je tuin kunt doen, of misschien wel samen met papa of mama. Dus het is een opdracht waarin we een kettingreactie gaan maken. Jullie hebben vast allemaal wel eens een knikkerbaan gemaakt. Je knikker of je autootje laat je bovenaan in de baan vallen en hij gaat een weggetje totdat hij beneden komt. Bij een kettingreactie beginnen we ergens met misschien wel een bal bovenaan de glijbaan. En die bal die rolt naar beneden en die stoot onderaan die glijbaan zomaar een rijtje boeken om. En dan gaat hij weer ergens anders tegenaan totdat er een eind is. Ik heb een paar filmpjes daarvan in het berichtje gezet van papa en mama. En dan kun je eens even kijken, hoe ziet dat eruit? En misschien krijg je dan wel een ideetje hoe je dat zelf ook thuis kunt bedenken. Of misschien heb je wel een mooie knikkerbaan en bouw je wel een supermooie voor me om zo de kettingreactie te kunnen laten zien. Ik ben heel erg benieuwd wat al jullie creatievelingen voor mij gaan bedenken. Ik zie heel graag de filmpjes. En dan was dit de laatste opdracht. Dan zien we elkaar vast weer over een paar weken op school. Voor nu wens ik jullie heel veel plezier, ook met het lekkere weer, lekker buiten spelen. En lekker werken met de dingen die je van de juffen krijgt. Fijne dag!